We zijn natuurlijk ook met andere projecten bezig binnen Studio Rozenhagen. Een project dat hebben we een jaar geleden opgeleverd, Duin. Eigenlijk een landschap van honderden fibers die oplicht op basis van je geluid en beweging. Die hebben we in de Maastunnel geplaatst, in een voetgangerstunnel in Rotterdam. Daar heeft het een aantal maanden gestaan, 24 hours a day, free entrance. En het was gewoon geweldig om te zien hoe mensen in een publieke setting, die geen idee hebben van kunst of techniek, daar een soort interactie mee aangaan op een dagelijkse basis. Wat we altijd doen is dat het kunstwerk heel erg reageert op bijvoorbeeld op je hand. Dus het ziet er mooi uit en mensen willen het graag aanraken. Dat is de eerste manier hoe je communiceert vaak met dingen. Van hallo of hoe voelt het. Dus mensen raken het aan en we maken het altijd zo voor dat het daar heel erg op reageert. Dus waar je hand is, daar gebeurt wat. Flow, dat is eigenlijk een soort landschap, een soort wanden van honderden ventilatoren. Die reageren op basis van je hand en als je er langs loopt. Waardoor er een soort velden van transparanties ontstaan, hè, als ze allemaal in beweging komen. Maar je hebt dus ook de kunstmatige wind, want als je er langs loopt krijg je een soort breeze mee. We hebben het in het stadhuis in Den Haag geplaatst, juist om het juist in een hele openbare setting te plaatsen. Waar mensen gewoon op weg zijn voor een bruiloft of een paspoort op te halen. En juist daar een soort interactie met mensen aan te gaan. De interacties die mensen aangaan worden bijna een soort performances, waar ik als een kunstenaar naar kijk. Bijna van een afstand en zie hoe die dingen tot vorm komen. En daar zit echt de kunst in. Liquid Space is echt het meest complexe en ook het meest sensuele werk wat we tot nu toe hebben gemaakt. Wat echt heel fysiek naar je toe komt en van je vandaan weer gaat. We hebben heel erg gekeken naar jellyfishes, hè, hoe kwallen eigenlijk onder water hun eigen licht produceren. Ongelooflijk fascinerend, dus dit is wel echt een van de toppunten, een van de moeilijkste en van de bijzonderste projecten die we tot nu toe hebben gedaan. Ja. Uiteindelijk is er een museum in Japan geweest die heeft gezegd, nou cool, wij bestaan 25 jaar, dit is wat we willen hebben. Dus we zijn nu als een gek bezig om dat de komende nog 3 weken af te krijgen en dan erheen te shippen. Japan is gewoon een geweldige plek om daar het voor het eerst te tonen. Omdat die ook eigenlijk in de hele traditie al een soort fascinatie hebben met technologie. Van de manier van hoe ze hun Zen Gardens aanharken. Tot aan hoe ze hun nieuwe LCD-scherm vormgeven.